De verkeersveiligheid bij de school is al een langlopend verhaal. Dat loopt al sinds de school eigenlijk geopend is. Zien we soms chaotische toestanden, 's morgens en 's middags ook met het weghalen, wegbrengen en het ophalen van de kinderen. Daar moet wat ons betreft gewoon wat aan gedaan worden. En dat kan volgens ons ook op een relatief makkelijke manier. Alleen ja, het college werkt niet echt mee wat dat betreft. Wat moet er gebeuren? Nou, wat ons betreft zou er voor de eerste situatie een eenrichtingverkeer ingesteld moeten worden. Met daarbij een aantal bloembakken om de snelheid eruit te halen. Maar eigenlijk moet er gewoon een totaal andere situatie gecreëerd worden. Waarbij de mensen die de kinderen afzetten kunnen parkeren. En die, voor degenen die gelijk weg willen, dat ze uiteindelijk op de Dr. Korpenstraat blijven staan. Is de lantaarnpaal ook nog steeds kapot? Ja, de lantaarnpaal, daar worden we een beetje verdrietig van. We hebben in februari gevraagd of er een lantaarnpaal geplaatst kon worden. Die is uiteindelijk begin mei is die geplaatst, maar tot op de dag van vandaag brandt die niet. En dat is wel een beetje jammer. Hoe kan dat nou? De gemeente heeft een nieuwe lantaarnpaal neergezet bij de school en hij doet het niet. Ja, daar kom ik vanavond ook, moet ik eerlijk zeggen, voor het eerst achter. De lantaarnpaal kwam er op het verzoek van de raad om de zebra op het zebrapad goed te verlichten bij de ochtend. Spits als het gaat om het brengen en s'avonds ook het halen van de kinderen. En nu hoor ik ineens van een raadslid dat hij het niet goed doet. Dus we gaan hem heel spoedig repareren.